ik altijd al tegen u zeg, wij komen van winkelcentrum Hart van Zuid overal met onze like en deel actie. En waar staan we vandaag? Vandaag staan we hier aan de Korte Straat in Arnhem. En ik zie het al, Helle staat op ons te wachten. Hoi Helle. Wat leuk dat ik een berichtje van je kreeg van Arno, kom toch eens een keer naar ons toe voor de Korte Straat. We zien altijd die leuke like en deel acties. Klopt. Wij willen graag onze winkelstraat laten zien. Klopt, wij zitten in de race voor de meest gastvrije straat van Arnhem. Dus wij willen even laten zien hoe leuk onze straat is. Ja. En we hebben een hele toffe actie. En inderdaad, het viel wel op toen we er doorheen reden, waren de leuke winkels, want er zijn verschillende ondernemers. Klopt. Kapperszaak zag ik heel snel. Klopt, kapperszaak, horeca, we hebben cadeauwinkels, bloemenwinkel, tassenwinkel. Op het Hein zitten, leuke restaurants, we hebben eigenlijk van alles. Dat is een goede reden om naar Arnhem te komen natuurlijk. Want zoals ik altijd al zeg, het is gewoon belangrijk om de ondernemers te laten zien. Dus vandaar dat we nu ook gewoon hier in Arnhem zijn. Maar ja, tegenwoordig is natuurlijk heel veel via internet. Het is allemaal heel makkelijk en leuk dat het thuis bezorgd wordt. Maar je komt helemaal de deur niet meer uit. En er is niks zo gezellig om gewoon lekker naar buiten te gaan. En zo'n winkel te pakken. Gezellig aangesproken te worden. En nou, zeker. Ik zou zeggen, kom eens een keer naar Arnhem. En nou ja, goed, je zei, ik heb iets heel leuks voor de like en deel actie. Klopt. Ja. Onder onze volgers van de Korte Straat pagina hebben wij een pakket te waarde van 500 euro. Oeh, daar zit, zit onder andere een overnachting in van het Holiday Inn Express Hotel dat hier op de hoek zit. Ja. En alle winkeliers die in de straat zitten hebben allemaal of een bon of een pakket of een cadeau erin gedaan. En alles bij elkaar is te waarde van 500 euro en die wordt gedeeld. Onder onze volgers van de Korte Straat pagina. Kijk, dus dat hoor je al, hè? Dat moet u natuurlijk liken. Ja, en stemmen. En stemmen, want dat hebben we nog. Ja, wij zijn in de finale met nog één straat meer voor de meest gastvrije straat van Arnhem. Dankjewel. En die willen we natuurlijk graag winnen. Dus ook dat moet stemmen, u natuurlijk. Stemmen. Ja. Dus in ieder geval, like dit natuurlijk, de Korte Straat natuurlijk, de Facebookpagina liken. En deel dit filmpje openbaar en tag degene die dit moet weten, of dat hij zegt van, nou die zou dit ook heel graag willen winnen natuurlijk, want 500 euro is niet niks. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie een cafeetje hier op de hoek zitten en het is normaal schitterend weer, maar vandaag helaas een beetje regen. Maar daarom is er ook altijd nog een gezellig cafeetje waar je natuurlijk nog eventjes naar binnen kan. En ik geef je een hand. Yes. En super bedankt, heel leuk dat je vraagt dat we hierheen willen komen. Het is de tweede keer al dat we in Arnhem zijn, want laatst waren we op de koepel. En ik ga hier naar binnen toe. Ga je met me mee? Zeker. Mensen, like en delen, taggen. Doe je best. Wij gaan lekker biertje drinken. En stemmen.